Oké. Dan gaan we aan de slag. Hoofdstuk 2, we gaan het hebben over vergelijkingen van de rechten en vlakken. Ja, valt goed mee hoor, echt waar. Ik vind die leerstof leuk, leuk om te geven. Zeer technische slides wel, mensen. Dit is bijna nachtwerk aan het worden. Om dat allemaal goed te krijgen, je zult wel zien, er zit heel wat achter om dat allemaal goed te krijgen. Maar, we gaan een keer kijken. Wat gaan we doen? We gaan het hebben over rechten, in eerste instantie. Er zijn verschillende manieren om rechten voor te stellen. Wat gaan we deze les doen? We gaan kijken hoe dat we een parametervoorstelling maken van een recht. Dat is iets dat jullie nog niet kennen. Ja. Iets dat jullie ook niet gezien hebben, bijvoorbeeld, als het ging over rechten. De rechten kennen jullie van in het vlak, van in de vlakken, de x-y-as. Daarvan kennen jullie rechten. Maar parametervoorstellingen hebben jullie waarschijnlijk nog nooit gezien. Dus dat gaan we even moeten uitleggen. Nu, ik heb daar een tekening meteen bij. We gaan in de ruimte werken. Dus we gaan niet in het vlak werken, we gaan in de ruimte werken. En ik heb daar meteen rechten getekend. Ja, ik hoop dat u een beetje kunt voorstellen hoe dat die ligt. Ja. Een rechte is nog altijd bepaald door twee punten. Daar zijn we het over eens. Ik hoop dat u een kladblaadje bij hebt. Ja, want we gaan het weer nodig hebben, zeker en vast. En wat wil ik nu doen? Ik wil eigenlijk een soort van een vergelijking van die rechten gaan bepalen. Ja, ik weet dat die rechte bepaald is door twee punten, dus ik moet in staat zijn om, net zoals in het vlak, een vergelijking van die rechten te bepalen, een voorstelling van die rechten te hebben. Dat is het idee. Nu, ik beweer dat hetgeen dat we geleerd hebben over vectoren, dat ons dat kan helpen om dat te gaan doen. En dat is eigenlijk wat we nu een keer gaan uitpluizen. Dus wat heb ik gedaan? Je ziet nu dat ik daar drie punten heb opgezet. Ik heb daar drie extra punten op toegevoegd. Het punt R, het punt Q en het punt S. Oké. Je ziet ook, dat is niet zomaar toevallig gedaan. Ik wil een beetje kunnen rekenen. Dus ik heb die punten een beetje als volgt gezet. Q is eigenlijk het midden van AB. Dat kun je niet naast kijken, vind ik. En als je kijkt, dan ligt S nog een keer een halve afstand AB verder. En R ligt een halve afstand AB vroeger dan A, bijvoorbeeld. Dus je ziet eigenlijk, kort gezegd, de afstanden RA, AQ, QB, BS zijn allemaal gelijk. Ja, daar komt het een beetje op neer. Dat is gewoon om het rekenwerk een beetje te kunnen schetsen. Nu, wat gaan we doen? We gaan er onze vectoren bij betrekken. Dus wat betekent dat? Ik sta je dat met mijn hand op toe, dat was niet de bedoeling. Maar goed. Wat betekent dat? Dat we eigenlijk gaan zeggen van, ik heb twee belangrijke vectoren nodig om die rechten voor te stellen. Je ziet, ik heb die vectoren daar aangeduid. Ik heb enerzijds de vector OA, ja, en ik heb anderzijds de vector AB. Nu, die OA, die zou je kunnen zeggen, als je het een beetje kinderachtig wilt uitleggen, die dient eigenlijk om op je rechten te geraken. Ja? Je gaat van O, van de oorsprong, naar een punt op je rechten. Oké? Okay? En die AB, die geeft eigenlijk de richting van je rechten aan. Die zegt u in welke richting je moet bewegen om op de rechten te geraken. Ja? Om op de rechten te bewegen. Dus eigenlijk moet u voorstellen, stel u voor dat ik bijvoorbeeld naar het punt S wil rijden, ja? En ik vertrek vanuit de oorsprong, dan kan ik dat doen, hè? Maar dan kan ik, wat kan ik doen? Ik kan van O naar A rijden, ja? En ik kan dan in de richting van AB rijden. Daar komt het op neer en zo kom ik in het punt S terecht. Op dezelfde manier kan ik in het punt Q terechtkomen en kan ik in het punt R terechtkomen. Dus eigenlijk, wat is belangrijk in dit verhaal? Dat is dat je in die twee blauwe vectoren die ik daar heb aangeduid, die volstaan eigenlijk om alle punten op mijn rechten te beschrijven. Ik beweer dat. Nu, we gaan dat een keer doen, hè? We gaan dat een keer narekenen. Kan ik een paar voorbeeldjes geven? Ja. OS. Dus ik wil, kijk goed, ik wil van O naar S. Ik beweer dat dat kan via OA en AB. Namelijk, wat doe ik? Ik ga van O naar A. Dan zit ik in A. En wat moet ik dan doen? Dan moet ik, ja, ik heb je dat gezegd, hè, die afstanden waren allemaal gelijk. Hè, R, A, A, Q, Q, B en B, S. Dus dan moet ik eigenlijk anderhalve keer AB erbij optellen. Dus niet één keer AB, want dan raak ik in B. Maar anderhalve keer. Dus dat wil zeggen één keer en nog een halve keer. En dan zit ik inderdaad in het punt S. Dus op deze manier raak ik van de oorsprong naar het punt S via de vectoren OA en AB. We gaan dan een keer oefenen. Iemand die mij kan zeggen hoe ik in Q raak. Via OA en AB. Jullie kunnen opnieuw typen, jullie kunnen opnieuw de microfoon aanleggen. Dat is uiteraard ook juist. Of ook goed. Hoe zou ik in het punt Q kunnen geraken? Kan je me daar een formule voor opschrijven? Dus waaraan is OQ gelijk? Als ik dezelfde redenering volg. Oké. Okay. Ja. Ik zie Fedor antwoorden. Ja, inderdaad.
Het heeft zichzelf verbeterd. Hè. Er stond een maal verder inderdaad. En nu staat er een plus, dat is juist. En ook Wodan, die zei van, ja, maak van die 3/2 gewoon 1/2 en het is juist. Dat klopt, hè. Zijn we akkoord? Dus ook u. Hoe raak ik daar? OA plus een halve keer AB. Dat is perfect gelukt. Ik ben in Q. Oké, wie probeert? Ik wil een R raken. Dat lukt ook. Ik wil een R raken. Wat moeten we dan doen? Oké, inderdaad. Dus er wordt geantwoord, ja, je maakt van die plus 1/2 min 1/2. Dat is ook juist, hè. Je gaat van O naar A. Ja, en dan ga je niet in de richting van AB bewegen. Dat is te zeggen, je wil, ja, je wil wel die richting hebben, maar je wil de andere zin hebben. En dat kan je oplossen, hè, door dat negatief te maken. Hè. Dus door min 1/2 AB te gaan nemen, raak je er ook. Oké, misschien nog twee domme vragen, maar ik ga ze toch stellen voor alle duidelijkheid. Wat moet ik doen om van O in B te geraken? Dat klinkt misschien nogal stom, maar dat lukt ook uiteraard. Hè? Ik heb de getallen 3/2, 1/2 en min 1/2 tot nu toe. Welk getal heb ik nodig om in B te raken? Wie probeert? Dus 1, hè, Femke, inderdaad. Ja, hoe raak je in B? Gewoon OA plus AB. Dus OA plus 1 keer AB. Ja. Hoe raak ik in A? Ja, OA plus 0 keer AB. Als je wilt. Met andere woorden, wat wil ik u duidelijk maken? Ik wil u eigenlijk duidelijk maken dat elk punt, nu komt het, hè, belangrijk, hè, elk punt, een willekeurig punt op die rechte, noem het x, y, z, ja, kunt bereiken door middel van een gepast getalletje. Een gepaste R. Zie je? Dus OP is OA plus R keer AB. Die R die is bij mij in de vorige oefeningen 3/2 geweest, 1/2 geweest, min 1/2 geweest, ook 1 geweest en 0 geweest. En ik heb eigenlijk maar twee dingen nodig. Ik heb een steunvector nodig. Dat woord steunvector is goed gekozen. Hè? Het is een soort van kapstok. Het is alsof die rechte aan een kapstok hangt, aan een steun hangt. Ja? En je gaat van O naar A, de steunvector. En wat heb ik nog nodig? Een richtingsvector. En ik heb die vectoren ook nog een keer aangeduid op mijn tekening. Dus in het lichtblauw staat de steunvector en in dat eerder bordeauxachtige kleur staat de richtingsvector. Oké, is dit duidelijk? Hoe dat we dat kunnen? Nu gaan we er coördinaten bij betrekken. Dus ik doe hetzelfde verhaal, maar we gaan in coördinaten gaan rekenen. Hè? Ah, er is een vraag van Lieselore. Vertrekt die steunvector steeds uit de oorsprong? Heel duidelijk antwoord, ja. Die moet vanuit de oorsprong vertrekken. Ja, uiteraard. Oké. Je moet er altijd je voorstellen dat je vanuit je oorsprong ergens naar je rechte, op je rechte moet raken. We gaan rekenen in coördinaten. Wat wil ik daarmee doen? Ik neem mijn formule terug. Dit was mijn formule. Hè. OP is OA plus R keer AB. Dat was de formule die daar straks op de vorige slide stond. En ik wil daar nu een beetje mee werken. Die P, dat was X, Y, Z. Dat was een willekeurig punt op mijn rechte. En dan wil ik ook weten, ja, wat zijn A en B? Oké, A, leuke oefening. Om te zien of je hoofdstuk 1 een beetje begrepen hebt. Geef mij de coördinaat van A. Schrijf die maar op. En geef mij de coördinaat van B. Dat is heel eenvoudig, hè, mensen. Wat is de coördinaat van A? Wat is de coördinaat van B? Dat kun je op je kladblad schrijven. Hè. Dat komt straks ook op de slide, hoor. Dus dat is niets dat je straks moet toevoegen in de slides. Dat staat er allemaal op. Maar het is gewoon een kwestie om je wakker te houden. Hè. Wat is A? Wat is B? Kan je die coördinaten opschrijven. Oké, we zijn er. Hè. Dat lukt wel, denk ik. Dus wat vinden we voor A? Hè? Ja, trouwens, hier nog een keer de vectoren getekend. Ja, sorry. Hè. Dus dat is dezelfde. OA, AB. En het punt P ligt nu willekeurig. Hè. Dus ik heb mijn P nu niet meer gekozen. Zo hè, een halfje verder. Nee, dat ligt nog gewoon willekeurig ergens. A heeft coördinaat 2, 0, 3. Ik hoop dat dat juist was. En B heeft coördinaat 4, 6, 6. Oké. Nu, wat gaan we nu doen? Kijk goed. We gaan onze informatie uit hoofdstuk 1 gebruiken om dit te herschrijven met coördinaten. Nu, wat betekent dat? OP, de coördinaat van een vector, dat was de coördinaat van het eindpunt min het beginpunt. Nu, we hebben geluk, want de coördinaat van de oorsprong is 0, 0, 0. Dus met andere woorden, P heeft coördinaat x, y, z. Dat betekent, wat staat er hier links? Aan de linkerkant staat hier gewoon x, y, z. De coördinaat van OP is gewoon x, y, z. De coördinaat van OA, die kennen we.
Dat is 203. Ik heb die daar straks net gegeven. Die staat hier, 203. En de coördinaat van AB, ja, die is een beetje verklapt. Ja. Die had er eigenlijk ook nog ergens tussen gemoeten, als ik het nu bedacht. Staat daar 263. Iemand die mij kan zeggen hoe ik daaraan kom? Weet je dat nog? Hoe doen we dat nu weer? Dat is hoofdstuk 1. Hoe berekenen we de coördinaat van een vector AB? Als je A en B kent. Ja, inderdaad. We doen de coördinaat van B met de coördinaat van A. Prima, dankjewel. Dus we hebben dat gedaan. Hè? Dus 4 min 2, 6 min 0, 6 min 3 en ik vind 263. Oké? Okay? Dus eigenlijk wat heb ik gedaan? Ik heb dit gewoon herschreven met coördinaten. Ja, ik gebruik daar matrices. Dat zie je eigenlijk. Eigenlijk zijn dat kolommatrices die daar staan. Ja, dat is denk ik dat wel duidelijk is. Jullie hebben vorig jaar wel matrices gezien. Ja? Dat zijn eigenlijk kolommetjes, hè? Maar dat is perfect. Wil je die matrices wegdoen? Dan gaat dat ook. Hè. Je kan daar gewoon drie vergelijkingen van maken. Hè. Kijken of dat lukt. Bijvoorbeeld, waaraan is x gelijk volgens deze matrixvergelijking? Hier staat eigenlijk een matrixvergelijking. Hè. Maar wie kan mij zeggen waaraan x dan eigenlijk gelijk is? Kan je daar een formule voor geven? Voor x? Ook die kan je gewoon opschrijven of in de chat zetten. Of met de microfoon doen, dat mag ook. Kan je mij een formule geven voor x? Als je dit nu verder uitrekent. Rekenen met vectoren. Niet zo moeilijk. Kan je mij een formule geven voor x bijvoorbeeld? En je kan er eigenlijk ook in opschrijven voor y en je kan er ook in opschrijven voor z. Sarah die beweert 2 plus 2r voor x en dat is juist. Hè? Okay? Dus eigenlijk wat doe je? Ja, je kijkt voor x, dat is het eerste element hier, 2. En dan niet vergeten, die r die staat voor die kolomvector. Ja? Dus die r die moet eigenlijk voor de x, voor de y, voor de z. Dus er staat 2 plus 2r. Voor y staat er 0. 0 hoef je eigenlijk zelfs niet te schrijven, maar goed. Plus 6r en die z is gelijk aan 3 plus 3r. Oké? Okay? We zijn er, mensen. Dit noemen we een parametervoorstelling van een rechte. Wat valt daarop, mensen? Twee dingen. En die kolom die ik daar nu gearceerd heb, daar staat 203. Dat is een punt A bij mij. Oké, okay, dat heb je dus nodig. Dus je hebt een punt nodig om een rechte te bepalen. Nogal evident. Eén punt is niet genoeg. We hebben nog een tweede punt nodig. En wat doen we met dat tweede punt? Daarmee maken we een richtingsvector. Zo noemen we dat. Een richtingsvector. Steunvector, richtingsvector. En die vector AB die heeft als coördinaat 263. Dus die kunnen we daar gaan zetten. En op die manier hebben we de parametervoorstelling van die rechte. Dus wat is het idee daar nu van? Wel, in twee richtingen. Als jij mij een willekeurige R heeft, maakt niet uit, je mag er één kiezen. En ik vul die R hierin, op deze plaats, dan vind ik altijd een punt van die rechte. Snap je? Dat is het idee. En ook omgekeerd. Als jij mij een willekeurig punt van die rechte zou geven, dan zal er altijd een R bestaan die hier voldoet aan die vergelijkingen. Ja, voor elk punt. Dus er zijn twee richtingen dat het gaat. Dus eigenlijk kun je zeggen, elk punt van de rechte wordt op juist één manier beschreven door een drietal x, y, z met een één parameter r. Staat daar een parameter? Vandaar dat we spreken over een parametervoorstelling. Nou, dat is redelijk evident. Hoe vind je p dan? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Als p nu, ik geef nu een voorbeeld. Hè. Stel je nu voor dat we voor p een concreet voorbeeld nemen. Hè. Natuurlijk moet wel een punt zijn dat op de rechte ligt. We gaan straks de oefeningen maken. Maar moest dat punt bijvoorbeeld 6, 2, 3 geweest zijn? Zeg maar iets. Maar goed, dan kan je op de plaats x, y, z 6, 2, 3 gaan invullen. En dan kan je daaruit de r gaan vinden. En dan weet je eigenlijk ja, op welke positie p ligt. Dus hoeveel keer de vector ab je moet nemen. Maar de oefeningen, misschien wordt dat duidelijker, denk ik. Jouw vraag, Noor, zal duidelijker worden een keer dat we aan de oefeningen gaan beginnen. Moet ik je proberen, hè. Dit is een samenvatting, trouwens. Herinner u, het staat hier eigenlijk iets nieuws op, hoor. Die samenvatting, ik heb het eigenlijk gewoon geplukt uit het formularium. Jullie hebben een formularium op de Smart School pagina. Ja? Dat formularium is handig. Hè? Dus mijn advies is dat je daar zeker ook een keer een print van maakt. Dat is 3 bladzijden, denk ik. En je zult zien dat dat formularium, dat we daar geleidelijk aan het opbouwen zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Dus eigenlijk wat moet je onthouden, staat hier nog een keer. Dus een parametervoorstelling, wat heb je daarvoor nodig? Hier staat x1, y1, z1, een punt. Ja? Hier staat ABC. Wat is ABC? Dat is een richtingsvector. Ja, zo simpel is het. Ze zijn natuurlijk niet alle drie nul. Hè? Dat kan nooit. Hè? De ABC die kunnen niet alle drie nul zijn. Want ja, ABC geeft een richting aan. Als die alle drie nul zijn, dan heb je geen richting. Dan sta je stil. Dan doe je niets.
Ja, snap je? Dus A, B, C kunnen niet alle drie nul zijn. Dat is iets om mee te geven. Heb je twee punten? Dat kan ook. Dan kun je zeggen van, ik pak één van die twee. X1, Y1, Z1. Wil jij het andere punt nemen? X2, Y2, Z2. Dat is uiteraard ook juist. Maakt niet uit welk punt dat je kiest. Hè. En je herkent hier, zeker en vast, ook de formule voor uw richtingsvector, PQ. Dat is het verschil van uw twee punten. Hè. Dus X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Dat is uw richtingsvector. Dus eigenlijk kan het zijn dat je als je een oefening hebt waarbij dat je een punt hebt en een richtingsvector, dan kan je die vergelijking opstellen. Of als het een oefening is waarbij dat je twee punten hebt, dan kan je ook die vergelijking opstellen. Ja, dat gaat perfect. Je kan het eigenlijk op twee manieren doen. Een keer proberen, hè, mensen. Oefeningen gaan dit duidelijk maken. Zeker weten. Het is niet zo moeilijk. Je moet het gewoon even goed oefenen. Oké, dus pakt uw blad papier erbij, hè, mensen. We gaan een keer kijken. Dus wat hebben we? Oefening 4, pagina 60. We hebben een kubusje. We hebben twee. Ik heb daar een aantal punten aangeduid. P, Q, R, S en T. Ja, die zijn overal de middens van de ribben. En wat wil ik doen? Ik wil een stel richtingsgetallen. Oei, staat daar iets nieuws? Zo lijkt het. Een stel richtingsgetallen. Nee, een stel richtingsgetallen, mensen, dat is een synoniem voor een richtingsvector. Ik gebruik meestal richtingsvector. Maar in uw boek gebruiken ze ook stel richtingsgetallen. Waarom een stel? Omdat er twee zijn. Hè? Omdat er drie zijn. Hè? Ja, je hebt er drie nodig. Hè? Denk aan de vorige voorbeelden. Dus wat willen we doen? We willen eerst en vooral een richtingsvector of een stel richtingsgetallen maken van QP, van SR en van HT. Dat kun je doen, hè? Wie heeft een voorstel voor QP? Dan moet je eventjes gaan rekenen, hè? Dus dat zijn oefeningsjes. Ik ben ze even aan het meemaken, want ik heb even een tussenresultaatje nodig. Hè? Ik hoop dat jullie ook beseffen dat je een tussenresultaatje nodig hebt. En dan zou dat wel moeten lukken. Zo, ik heb nu dat tussenresultaat opgeschreven. En als je dat tussenresultaat hebt, dan kan je een richtingsvector berekenen van QP bijvoorbeeld. Hè. Als je er eentje hebt, dan mag je dat gerust in de chat schrijven. Ik ben op zoek naar een... krijg je een antwoord met vectoren? Maar dat is niet wat ik wil. Ik wil een drietal, hè? Ik wil een richtingsvector. Hè? Uw antwoord moet zijn 2, 3, 6, bijvoorbeeld. Dat is fout, hè? 2, 3, 6. Maar ik wil een drietal. Dus de vectoren... We zijn met coördinaten aan het rekenen nu. Hè? We hebben de overgang gemaakt naar coördinaten. Wie probeert een richtingsvector van QP? We hebben erin 0, 1, min 1 en die is juist. Ja, dat is juist. We gaan een keer verklaren waarom. Het duurt wel lang, vond ik. Nochtans, zo moeilijk is dat niet, mensen, wat je moet doen. Wat was de tussenstap waarover ik sprak? Ja, dat verklap ik niet meer, maar dat moet je zelf beginnen weten. Hoe maak je een richtingsvector? Ah, ik heb twee punten nodig. Welke twee punten gaan dat zijn? Ja, Q en P. Dus wat moet je doen? Ja, je moet de coördinaat van Q opschrijven, uiteraard. Wat is de coördinaat van Q? Ja, dat is toch 201, hè? Oké, okay, dat moet je beginnen zien. Hè? De coördinaat van Q is 201. Wat is de coördinaat van P? De coördinaat van P is 210. Ja, dus ik heb twee coördinaten staan. Ik heb 201 staan en ik heb 210 staan. Wat moet ik doen om de vector QP te vormen? Ik moet die twee van elkaar aftrekken. En dat is wat er hier gebeurd is. 0, 1, min 1 is die richting. Nu, pas op mensen, als je zo met die richtingsvectoren werkt, probeer die ook te begrijpen. Kijk, ik ga je dan proberen uit te leggen wat daar zeer logisch aan is. Eigenlijk kan je dat ook doen. Ik beweer dat je die vector QP
Eigenlijk heb je daar niets van coördinaten voor nodig. Je zou dat eigenlijk ook op basis van de tekening moeten kunnen doen. Want je moet je gewoon de vraag stellen, als je van Q naar P gaat, ja, hoe moet je je dan bewegen? Wel, in de x-richting moet je helemaal niets doen. Snap je dat? Want als je van Q naar P gaat, dan zit je in het voorvlak. Je blijft in het voorvlak. Er moet niets gebeuren in de x-richting. Dus vandaar de 0 bij de x-component. Oké? Als het gaat over de y-richting en de z-richting, als je van Q naar P wil gaan, dan valt het op dat we inderdaad eentje naar rechts moeten gaan en eentje naar beneden. Dus we vinden als coördinaat 0, 1, min 1. Snap je dat? Doe je het liever zo? Ja, als dat kan, als er een tekening gegeven is. Hier is er een tekening gegeven. Hè. Als dat zo is, ja, dan is het echt, als dat mogelijk is, als dat niet te moeilijk is, doe het dan alsjeblieft op die manier. Je gaat het veel beter begrijpen. Je moet je gewoon de vraag stellen, wat moeten we doen om van Q naar P te gaan? We bewegen niets in de x-richting, we bewegen 1 in de y-richting, we bewegen min 1 in de z-richting. En we zijn van Q naar P gegaan. Oké? Nu, belangrijk is, ja, ik kon eigenlijk ook zeggen PQ, hè, mensen. Ik kon eigenlijk ook zeggen 0 min 1, 1. Want PQ is het tegengestelde. Dat lijkt misschien raar. Ja, PQ is een andere vector, hè. Dat is waar. QP en PQ zijn andere vectoren. Maar ik hoop dat je akkoord bent dat die eigenlijk dezelfde richting aangeven. Want in plaats van dan van Q naar P te gaan, ga je van P naar Q. Maar dat maakt niet uit voor je recht, hè. Als je wil de richting van een rechte aangeven, ja, dan maakt het niet uit of dat je van boven naar beneden gaat in je rechte of van beneden naar boven. Ja, ik hoop dat je dat begrijpt, dat dat eigenlijk niet zo doet. Je kon zelfs ook zeggen van, ik ga een keer alles maar 5 doen en ik ga 0, 5, min 5 aanduiden als richtingsgetal, als stelrichtingsgetal. Dit is ook juist. Want hier zeg je, ik beweeg niets volgens de x-richting, ik ga 5 naar rechts en ik ga 5 naar beneden. Ik geef toe dat die vector u een andere vector is. Dat is een andere vector. Maar hij heeft dezelfde richting aan. Hij is gewoon wat langer dan de PQ en de QP. Hij is gewoon wat langer, maar hij geeft perfect dezelfde richting van die rechte aan. Snap je? Dus probeer te onthouden dat richtingsvectoren, straks komt dat ook op de slide, dat die op een veelvoud nabepaald zijn. Die zijn zeker en vast niet uniek. Ja, een stel richtingsgetallen, je kan er eigenlijk oneindig veel van een bepaalde rechte gaan opschrijven. En dat is handig. Ja, we gaan die eigenschap zeker en vast meenemen. Is er iemand die een poging doet voor SR? En nu hoop ik dat dat met je rapper gaat. Milan direct 0-1-1. En ik denk dat Milan zegt, ja trouwens, kijk, wat is daar, hè? Onthoud, een richtingsvector van een rechte is op een veelvoud nabepaald. Dat staat er duidelijk bij. Hè? En nog een keer benadrukt, het is wel heel belangrijk. En ik hoop, Milan, dat jij misschien gezegd hebt van, ja, alsjeblieft, wat stomme vraag is dat, QP en SR, dat is juist hetzelfde. Dat is dezelfde richtingsvector. Ik bedoel, daar zitten we wel in het achtervlak, hè? Daar ben ik mee akkoord. Maar je doet naar hetzelfde. Hoe ga je van S naar R? Niets bewegen volgens de x-richting, 1 volgens de y-richting, min 1 volgens de z-richting. Uiteraard. De laatste, wie doet HT? En daar zijn al mensen die een beetje voorsprong hadden genomen. Dank u wel daarvoor. En ik krijg als antwoord 2, 2, min 1. Oei, ik heb staan min 2, min 2, 1. Zitten we met een probleem? Ja, Lieselore merkt op, dat is geen enkel probleem, meneer. Je hebt gewoon, ik heb gewoon mijn vector maar om min 1 gedaan. Wat ik mag doen, hè, dat is geen enkel probleem. Dus jullie antwoord, 2, 2, min 1, was uiteraard ook juist. En was misschien wel logischer, hè. Ik heb expres hier de min 2, min 2, 1 gezet, gewoon om u te laten zien dat het ook kan. Hè. Dus jullie, je kan het opnieuw trouwens gewoon puur natuur doen, hè. Daarmee bedoel ik, ik ga van H naar T. Wat moet ik bewegen volgens de x-richting? Ik moet 2 vooruit. Oké? Okay? Ik moet 2 vooruit, want ik moet van het voorvlak naar het achtervlak. Omgekeerd. Ik moet van het achtervlak naar het voorvlak. Wat moet ik doen volgens de y-richting? Ik moet 2 naar rechts. Ja. En wat moet ik doen volgens de z-richting? Ik moet 1 naar beneden. En ik heb 2, 2 met 1. Ja. Dus ik vind dat wel belangrijk. Dat je daar je skills, je vaardigheden, je ruimtelijk inzicht, dat je dat probeert op die manier wat te verscherpen. Zo van een richting, een beweging aangeven. Hoe gaat die beweging, hoe zit die beweging in elkaar? Ja, er was nog een laatste vraag, die een beetje dom is, denk ik. Welke rechten zijn evenwijdig? Uiteraard PQ en RS. Ja, ze hebben dezelfde richtingsvector, kan je zeggen, hè? Op een veelvoud na. Dus we gaan daar straks nog wel in detail zien ook. Dus zo kan je evenwijdige rechten herkennen. Hè? Als ze een richtingsvector hebben die een veelvoud is van elkaar, bijvoorbeeld. Zo kan je het zeggen. Dat betekent HT
Ik hoop dat je inziet, die is totaal niet evenwijdig met QP of SR. Pas op mijn tekening, opletten, hè. Op mijn tekening is dat wel zo, hè. Maar in realiteit is het niet. Dus let op, we hebben dat al gezien, dat was eigenlijk de opstart van het hoofdstuk ruimtemeetkunde, het deelruimtemeetkunde. Onthoud dat als iets in werkelijkheid evenwijdig is, dan zal het ook op je tekening zo zijn. Maar niet noodzakelijk omgekeerd. Het is niet omdat het op je tekening evenwijdig is, dat het in werkelijkheid evenwijdig is. Hier is dat zo, hè. En je kan dat eenvoudig gaan zeggen, of gaan inzien, doordat uiteraard die vectoren, 0, min 1, 1 en min 2, min 2, 1, die zijn totaal geen veelvoud van elkaar, hè. Ja, dat is duidelijk, hè. De onderlinge ligging, ja, die kwam iets te vroeg. De onderlinge ligging van PQ en HT, PQ en HT, ja, wat zou die dan wel geweest zijn? Maar ik denk dat ik twee keer geklikt heb per ongeluk. Dus die zou kruisend zijn. Nu, is er iemand die mij een beetje kan verklaren waarom? Dat hebben jullie misschien net niet gezien. Hoe zou je kunnen verklaren dat die rechten PQ en HT, dat die kruisen? Ja, want in de ruimte, ja, ik wil een iets kwalitatiever oordeel. Deze oefening hebben we al een keer gemaakt, hè. Aantonen dat twee rechten kruisen. Oké, zien, beantwoord. Die punten, ja, zeer goed, nu zijn we er. Die punten PQHT, stel dat die snijden, hè, stel dat die zouden snijden, die twee rechten, ja, dan zouden die moeten in dezelfde vlak liggen. Ja. Nu, die, stel dat ze evenwijdig zijn, ja, dan zouden ze ook moeten in dezelfde vlak liggen, trouwens. Nu, dat is niet zo, hè. Kijk, maar goed, hè, PQ en T die liggen in het voorvlak, maar H ligt in het achtervlak, zou je kunnen zeggen. Dus ze zijn duidelijk kruisend, want H ligt bijvoorbeeld niet in het vlak PQT. Zo kan je dat inzien. Oefening duidelijk? Want het zit daar heel wat in die oefening, denk ik, hè. Dat is wel een belangrijke oefening. Oefening 5. Allee, nu gaan we echt... De tekeningen zijn nu weg. Dus nu gaan we puur rekenen. Dus gaan we een keer doen, hè. Dus nu is het de eerste keer dat je dat een keer moet doen, hè, mensen. Ik geef je twee punten en ik vraag je om een parametervoorstelling op te schrijven van die rechten. Herinner je zo'n parametervoorstelling? Wat had je daarvoor nodig? Ja, je had enerzijds een punt nodig, naar keuze, en een richtingsvector. Dat waren de ingrediënten. Een punt en een richtingsvector. Dat volstaat eigenlijk. Als je aan het proberen bent om er eentje op te schrijven, kan je bijvoorbeeld een keer de eerste vergelijking opschrijven. Hè? Waaraan is x gelijk? Hè? Als je dat zou doen. Waaraan zal x gelijk zijn? Dus ik ben ook even bezig, hè, want ik weet ook niet van buiten hoe dat gaat zijn. Dus bijvoorbeeld, ik zie een antwoord van Jana. X is 1 plus r. En dat is juist. Iemand die y of z wenst aan te vullen? Doe maar, hè. We hadden al x is 1 plus r. Y plus 0, zie ik daar nu staan. Y is 1, oké. En dat is wel juist. Ja, oké. Y is 1 is juist. En z. Iemand die z probeert. Drie plus r, dank u wel. Dat is juist. Prima. Dus eigenlijk, ja, als je een tussenstap wenst, mensen, ik ga dat altijd doen. Kijk hier, hè, dat is wel belangrijk. Ik ga dat altijd doen. Ik ga altijd zeggen van, ik schrijf mijn vector daarboven. De vector AB, die is 101. Ja. Doe dat. Doe dat niet uit het hoofd. Echt een advies. Anders ga je fouten maken. Probeer niet uit het hoofd te onthouden, AB is 101. Dat gaat niet. Schrijf dat op. Je hebt dat waarschijnlijk nog nodig in de oefening. Dus schrijf dat op. Ja. Doe dat. En dat is mijn voorstelling, hè. Dus welk punt heb ik gebruikt? Ik heb het punt 113 gebruikt. Ja. En ik heb de richting 101 gebruikt. Logische keuze. Is er iemand die mij zou kunnen zeggen, kan ik een andere voorstelling maken? Is dit het enige antwoord? Wat zou je kunnen variëren? Leuke vraag, hè? Wat zou je kunnen variëren? Kan je niet BA kunnen nemen? Ja, je kunt inderdaad... Kijk, voilà, ik heb twee voorstellen. Sarah beweert, je kan in plaats van het punt A het punt B nemen. Dat is uiteraard juist. En je kan in plaats van de vector AB de vector BA nemen. Dat is ook juist. Dus kijk, er zijn oneindig veel voorstellingen. Ik heb daar nog eentje staan.
Dus x, y, z, 2, 1, 4, zie je? Ik heb 2, 1, 4 gebruikt. Ik heb b gebruikt. Mag ik, hè? Is goed, hè? En ik heb mijn vector dezelfde houden. Dat mag ook, hè? 1, 0, 1. Dat is ook juist, hè? Klein advies, mensen. Als we binnen één oefening, belangrijk advies, hè, doen, echt waar. Als je binnen één oefening verschillende parametervoorstellingen gaat opschrijven, gebruik dan ook verschillende parameters. Anders loopt het niet goed. Ja? Dus je ziet, in die eerste voorstelling heb ik R gebruikt. Als ik een andere voorstelling opschrijf, binnen dezelfde oefening, ja, gebruik dan T. Anders, als je daar opnieuw R gebruikt, dan gaat het juist zijn. Hè? Dan ga je problemen krijgen binnen dezelfde oefening. Dus let daarmee op. Ja? Oké, we gaan even kijken naar oefening 2. Het is de laatste oefening die we maken, hoor, trouwens. Gebruik deze parametervoorstelling om de parameter te vinden die hoort bij het snijpunt S van AB met het YZ-vlak. En bepaal de coördinaat van S. Dames en heren, in hoofdstuk 1 hebben we gezien wat de vergelijking is van het YZ-vlak. Wie weet dat nog? Wat was de vergelijking van het YZ-vlak? Die kan je direct in de chat zetten. X is 0. S juist. Prima, dank u wel. X moet 0 zijn, hè? Dat klopt. Dus moeilijk is dat niet, hè, mensen. Wat gaan we doen? We gaan gewoon x gelijk aan 0 stellen. Voilà, ik heb dat gedaan. Ik wil u tonen dat de beide hetzelfde resultaat leveren. Hè? Kijk goed, hè? Ik stel x gelijk aan 0, hè? Dan is r min 1. Zijn we akkoord? Dan is y 1. En dan is z gelijk aan 3 min 1, dus 2. Dus ik vind het punt 0, 1, 2. Als ik de eerste parametervoorstelling gebruik, en het valt op dat mijn r-waarde daar min 1 was. Als je de tweede parametervoorstelling gebruikt, dan ga je hetzelfde bekomen, maar natuurlijk, je bekomt een andere parameterwaarde. Maar je bekomt dat t gelijk is aan min 2. Je krijgt nog altijd x is 0 en y is 1. En 4 min 2 is inderdaad ook gelijk aan 2. Dus we vinden hetzelfde punt s met coördinaat 0, 1, 2 terug. Snap je dat? Dus dat is wel belangrijk. Het maakt niet uit welke parametervoorstelling je gebruikt om dit probleem op te lossen. Oké. Snijpunt T, schrijf maar op. Dat kan je nu zelf. Schrijf het snijpunt T op van de rechte AB met het XY-vlak. Het zijn zeer eenvoudige oefeningen. Gewoon, ik wil u overtuigen van het feit dat die parametervoorstelling echt wel iets is dat heel makkelijk en goed werkt. Ja, dat gaat vlot. En als je het snijpunt gevonden hebt, dan mag je dat gerust in de chat gaan zetten. Dus T. En ook U mag je doen. Ook U mag je doen. We hebben een snijpunt gevonden, wordt hier beweerd. We gaan even zien. Ja, inderdaad. Min 2, 1, 0. Hoe dan was het? Prima, goed gerekend. Dus voor het XY-vlak stellen we uiteraard... Sorry, voor het XY-vlak stellen we Z gelijk aan 0. Ja, en daar staat, u bestaat niet, hè. Ja, het is al een beetje verklapt, soms gebeurt dat een keer. Ja, waarom? Omdat y moet 0 zijn. Maar dat gaat niet. Oké. Waar wil ik mee afronden? Leuke oefening. Het was ook een leuke oefening voor mij, om dit gedaan te krijgen. Maar we gaan hier echt een keer tekenen. Kijk, en ik ga daarvoor een keer proberen mijn gezond verstand te gaan gebruiken. Eerst en vooral, het feit dat die u niet bestaat, dat vind ik eigenlijk wel logisch. Waarom bestaat u niet? Ja, als je een keer goed gaat kijken naar de richting van die rechte. De richting was 101. Wat betekent dat? Dat betekent dat de richting bestaat uit eentje volgens de x, niets volgens de y en 1 volgens de z. Dus dat wil zeggen dat je in de y-richting geen enkele beweging doet. Maar dat betekent natuurlijk, als je in de y-richting niets beweegt, ja, dat we een evenwijdigheid hebben met het xz-vlak. Ja, dat je niet volgens... of niet in de richting van het xz-vlak of van het xz-vlak weggaat. Dus met andere woorden, mijn rechter moet evenwijdig zijn met het xz-vlak. Ik heb het hier even getekend. Dat is een leuke tekening, maar dat is wel een keer mooi om te zien. Hè? Dus wat staat hier op die tekening? Wel, ik zie hier dat vlak, ik zie hier een grijs vlak liggen. Dat grijs vlak, dat is eigenlijk dat y gelijk aan 1 vlak. Hè? Zie je dat hier staan? Dat zit in die rechte, y is gelijk aan 1. Zie je dat? Y gelijk aan 1 is een vlak dat evenwijdig is met het xz-vlak. Herinner u, het xz-vlak had als vergelijking y is 0. Weet je nog? Als je zegt y is 1, dan heb je eigenlijk hetzelfde als het xz-vlak, maar gewoon eentje naar rechts geschoven. En wat stel je vast? A en B liggen daarin. Kijk maar, hè. A heeft coördinaat 1, 1, 3. B heeft coördinaat 2, 1, 4. Wat valt daarop? De y-coördinaat is bij A en bij B gelijk. Dus inderdaad, y gelijk aan 1. En als ik dan die twee punten met elkaar verbind, dan vind ik die rechte. En ik stel vast dat die rechte
Die rechte AB, die ligt volledig in dat grijze vlak. Ja, die ligt daar volledig in. Dat is eigenlijk de conclusie die hier bestaat. Dus uiteraard is er geen snijpunt van die rechte met het XZ-vlak. Hè. Er is wel een snijpunt van de rechte met bijvoorbeeld het XY-vlak. Dat hebben we berekend. En wat was dat nu weer? Zelf even gaan opzoeken. Dat was T, min 2, 1, 0. En waar ligt dat? Hier, hè. Dat is dit punt. Zie je dat? Min 2, 1, 0 is perfect dit punt. En er was ook een snijpunt met het YZ-vlak. Ja. En dat hadden we ook berekend, het snijpunt met het YZ-vlak. Dat stond in oefening 2. Dat was die 0, 1, 2. Dus ook dat punt kan je eigenlijk gaan aanduiden. 0, 1, 2, dat zou dan hier moeten zijn. Hè. Ik kan dat eigenlijk hier aanduiden. Daar gaat deze rechte het YZ-vlak binnen. Is dat duidelijk? Een eerste kennismaking met parametervoorstellingen. We hebben nog een oefening, maar ik ga die denk ik niet meer doen, het is al te laat. We zijn al een tijdje bezig, dus we gaan hier afronden. We hebben zeker en vast nog tijd om hiermee verder te gaan.